Want gedeeltelijk waar we zelf in zitten, is het idee. En daar moeten een aantal instrumenten ook met de hand bediend worden. Ja. Het enige wat een fietspomp kan, is natuurlijk lucht blazen. Ik ben bezig om... mondstukken te vinden van niet van een trompet, maar een mondstuk die ook een toon maakt. Een trompet mondstuk maakt zelf geen toon, dat doe je met je lippen. Maar je hebt ook een oude toetertje met een trill lippie. En dat is natuurlijk wat in de trompet niet zit. Dit is een autonoom toeterende toeter. Maar er zit gewoon een luchtbeddenpompie voor je luchtbed of voor je zeehond. Wat je wil is een klem die over de hele lengte loopt en die je op meerdere plaatsen kan aandraaien met schroeven. Dan heb ik drie van die dingen erop gezet met klemstrips. Dus je kan het niet, je moet het klemmen. Maar hij maakt op zich. Hij doet het, hij blijft goed zitten. Hij laat niet los. En nog eens de naam. Een van de eigenschappen van een stofzuiger is dat hij niet blaast, maar zuigt. Ja. Dus heb ik al die mondharmonica's achter de voren op. De autoharp, dat is eigenlijk een harp voor mensen die geen harp kunnen spelen. Er zitten hier knoppen en wat die knoppen eigenlijk doen is de snaren die niet in een bepaald akkoord horen afdempen. Dus als ik het bijvoorbeeld een C-majeur akkoord wil hebben, dan heb ik hier de knop voor C-majeur. En dan moet je er met deze hand langs gaan. En dan klinkt het C-major akkoord. Ik wilde voor de nieuwe muziek, nou veel van dat soort of veel. Ik was aan het uitproberen om met dat soort instrumenten zoals citer en hakkenbord, om daar wat mee te maken. Toen zei Pim, onze gitarist, die zei, je hebt ook zogenaamde autoharpen. En daar zitten meerdere akkoorden op. En dan ging ik dus even zoeken op internet. En toen kwam ik dus dit apparaat tegen.